Welkom lieve mensen allemaal in onze Time to Shine podcast. En vandaag heb ik iemand bij mij hier zitten en dat is Anke. En we gaan een heel inspirerend gesprek hebben over een beetje een stukje spiritualiteit, werk, op welke manier we dat samen allemaal combineren. En Anke, vertel eens wat over jouzelf. Wie ben jij? Wie ben ik? Heel veel, zoals de meeste mensen. Vrouw, partner, dochter. Heel specifiek wat ik nu doe in mijn leven is echt met de focus op zijn. En gewoon zijn en helemaal mezelf zijn. En anderen uitnodigen om ook helemaal te zijn. Ja. En overal, hè, op alle gebieden in uw leven, zowel thuis, in uw grotere familie, bij vrienden, op het werk, ja, overal. Dus helemaal in alignment zijn, in verbinding zijn met jezelf. En met uw essentie. Ja, ja. En daarop jouw omgeving eigenlijk ook mee op kunnen afstemmen. Ja, en ook erop vertrouwen dat dat klopt. Ja. Welke omgeving dat je nu zit, of de omgeving die op je pad komt. En dat je ook altijd zelf wel weet wat dat juist is. Vooral dat. Ja, mooi. Ik voel heel veel rust doorkomen. Als we dat zo kunnen benoemen, dan denk ik... Ah. Ik denk ook wel dat, dat het daarover gaat. Hè? Want ja, alles dat er in ons leven gaande is, dat niet in verbinding is met onze kern en ons zijn... Zijn extra laagjes, ja, die zijn gewoon vermoeiend. Dat is gewoon zo. Energie lekt tot en al. Ja. En meestal hebben we dat niet eens door. Mm-hmm. Hè? Dus het is echt wel... verder strippen eigenlijk. Mm-hmm. Je hoort zo wel eens de vergelijking met een ui en elk pelletje. Dat is nu niet de vergelijking dat ik normaal maak. Ja. Maar ik merk wel dat dat voor veel mensen een beeld is. Dat is zo. Toch wel snapt. Ja. En die laagjes zijn niet altijd leuk, want dat stinkt en dat prikt en dat ruikt vies. En dat zijn dikke pellen, maar hoe meer laagjes dat we ervan afnemen, ja, dan geraken we echt tot aan die kern. En ik zeg dan altijd, als we die laagjes in de pan zwieren en we bakken die, dan wordt die lekker. Zo hebben we dat nog nooit gehoord, nee. Hè? Nee, dus die heb ik nog niet gehoord. Dat maak ik van mij een ajuin. Ik heb ook al wel eens gedacht aan een artisjok. Ah ja. En ook zo in termen van mijn vorig leven. Ik ben interieurarchitect geweest. Ah, ja. Van dan te werken met de façade en ja, zo. Ja, inderdaad. Ook een mooie metafoor. Ja. Ja. Oké, Anke, vertel eens een beetje over jouw werk. Wat doe jij vandaag? Wat zet je allemaal neer? De essentie van wat ik doe is mensen meenemen in doen vanuit zijn. In ondernemen vanuit zijn. In plaats van andersom. Ja. We zijn zo gewoon van in de actie te gaan en te doen. En maar blijven doen. Om dan op een bepaald moment te vinden dat we ook verdienen om even te zijn. Ja. En we hebben het gewoon om te draaien. Mm-hmm. We zijn dat gewoon vergeten. We hebben dat niet meer door. Dat dat niet de bedoeling is dat we het in die volgorde doen. De bedoeling is echt eerst zijn en dan echt achterover leunen in jezelf zijn. Ja. En dat jij niks moet doen om iets te verdienen. Mm-hmm. Dat wat dat jij bent in essentie is zuiver, is genoeg. We dienen dat effectief om te keren. Maar dat is niet wat we vandaag gewend zijn vanuit de maatschappij. Ja. Klopt. En ik denk dat dat inderdaad de uitdaging is... Of dat dat een stukje is waar mensen heel veel tegenop aanlopen. Omdat we het nergens niet te zien krijgen of te horen krijgen of vanuit de maatschappij. En dat je daar wel een stukje vernieuwing op brengt eigenlijk. Ja. Klopt toch, denk ik, hè, als ik het zo goed begrijp. Ja, ik merk zelf. Ja. Ik zit ondertussen in zo'n mooie wereld. Mm-hmm. Ik spreek ook echt over in mijn wereld is het goed. Ik leef echt in een supermooie wereld. Ja. En
Omdat het dus in die verbinding staat. Omdat het in die verbinding en alles is. Rond ja. jou ook kloppend is. En in vertrouwen ja. en in ja. al die stukken. En... Het is net zoals mijn wereld. Voilà. Dus als jij dan zegt dat dat vernieuwend is. Ja. Ik merk pas dat dat vernieuwend is als ik even uit die wereld stap. Ja. Of als er iemand nieuw in die wereld stapt. Dus ja. de meeste van mijn klanten zijn ook mensen die vanzelf... op die wereld stoten. Ja. Die zijn daar zo bijna ingestruikeld. Ja, ja. En ja. die kunnen daar dan zo eens van proeven. En die denken, huh? Ja. Wacht. Huh? Kan dit? Dit. This is it. Bestaat dit? Voilà, dat. En dan ja. wel vaak de reflex hebben van... Ja, nee, ja, dat was toeval. Of ja, of, ja dat blijft niet duren. Zo. Beetje angst. Ja. Is waar dat ze misschien ja. dan in terugvallen. Ja, voor het onbekende. Ja. Of zichzelf dan naïef vinden, want zo zit de wereld niet ineen. Mm-hmm. Je moet nu eenmaal ja. hard werken om iets ja. te bereiken. Ja. Terwijl, ja. zo werkt het niet in mijn wereld. Nee. Het is echt niet nodig om hard te werken. Nee. Veel werken, dat kan. Ja. Als je daar energie van krijgt en als jij helemaal gelukkig wordt, ja, dan kun jij blijven werken. Ja, klopt. En dan is het bijna een straf als je moet stoppen met werken. Ja. Dus het gaat niet over de hoeveelheid. Het gaat echt over dat gevoel van ik ben hard aan het werken. Of het is druk. Ja. En vooral als je die druk ook echt ervaart als druk. Mm-hmm. Ja, ergens zijn dat alarmsignalen. Klopt, ja. En gaat het er dan over van er echt in gaan geloven dat niet zo hoeft te zijn. En dat het echt wel anders kan. Ja. En dat je een andere wereld bestaat en dat jij gewoon daarvoor kunt kiezen. Ja. Simpel. Ja. Ik kies daarvoor. Vanaf nu leef ik in die wereld vol liefde, vol vertrouwen, zachtheid. Ja. Ja. Elkaar iets gunnen. Het naar de eenvoud brengen. Ja. Het naar de essentie brengen, naar de kern. Waar ik ook heel vaak zeg, of waar ik echt van hou en zelf trouwens ook toepas, is niet hard werken, maar slim werken. Ja. Daar hou ik ook echt zo hard van. En ik merk ook wel als ik die zin uitspreek, dat toch ook wel mensen triggert. Dat ze mij die vraag dan wel eens stellen van, ja, maar wat is dat dan, slim werken? Ja. Ik voel dat daar een valkuil in zit. Mm-hmm. Die gelinkt is aan productiviteit en aan efficiëntie. Mm-hmm. En wat bedoel ik daar dan mee? Je kunt hard werken en je kunt het gevoel hebben... Oeh, ik ben hard aan het werken. Deze is te veel. Ik moet hier iets aan gaan doen. En je hoort al wat ik zeg. Mm-hmm. Je gaat daar iets aan doen. Mm-hmm. Je gaat niet eerst naar je zijn. En als je dus vanuit daar gaat beslissen, ik ga slimmer werken. Ja. En ik ga efficiënter werken. Mm-hmm. En mijn productie gaat daar van omhoog. Of blijft hetzelfde, maar ik krijg meer ruimte. Mm-hmm. Dan heb je niet die shift gemaakt. Mm-hmm. Want dan ben je nog altijd aan het doen om dan nadien misschien te kunnen zijn. En de grootste valkuil dan is dat je dan niet gaat zijn. De vrijgekomen tijd, die vulde je gewoon terug op met dingen omdat je vindt dat je die moet doen. Dat zou dan natuurlijk niet mogen gebeuren. Nee, ah, wel. Dus als je eerst kunt voelen, echt diep van binnen voelen, ik heb eerst te zijn. Ja. En dat je van daaruit gaat kijken. Van daaruit kunt vertrekken, En als je dat, want zo pas ik het toe. Dus dat ik denk vertrek ik ook, vanuit mijn zijn, van wat werkt voor mij en wat dient dus niet tegen mij te werken. En hetgeen wat tegen mij werkt... Daar heb ik een andere methode op in toe te passen. Zodat mijn energie kan blijven stromen. En dat ik er energie van kan blijven krijgen. Dus ik zoek... Ja, ik duik ook zo wel wat in mijn kern. Van dit is wie ik ben. En zo werkt het voor mij. En zo zet ik wel alles in mijn bedrijf. Wat jij gaat doen is... Jij gaat een vertaling maken. Klopt. En in die vertaling ga je kijken en hoe kan ik dit praktisch gaan doen. En dan ben je slim aan het werken. En dat het alsnog passend is bij wie ik ben. Ja. En bij wat ik wil brengen en wat ik wil neerzetten. Ja. Zodat het in de kern, dat die essentie nog wel puur blijft. Dat daar geen ruis op komt te zitten. Ja. Ik denk dat dat voor mij slim werken betekent. Ja,
zo is het eigenlijk. Ja. Maar inderdaad, het is wel supermooi dat je ook benoemt van het kan een valkuil zijn. Want dat gebeurt ook effectief wel. En we gaan dan slim werken, maar dan vullen we al onze andere vrije tijd opnieuw terug. En dan zijn we weer terug hard aan het werken. Hè? Of je gaat het niet opvullen, maar het lukt je niet van op die momenten te zijn. Ja, dat kan ik dus wel heel goed. Ja, zalig. Missie geslaagd. Ja, nee, maar het is effectief... het is een ontdekkingsreis en een proces ook wel om te durven afstappen van het klassieke of te durven afstappen ook van hetgene dat wij geleerd krijgen, van wat we kennen. Ja. Van, we krijgen het al vanuit de school uiteindelijk ook. Hè? Van dit is hoe het eruit ziet. Dit is hoe het werkt. Dit is hoe het werkt. Dit is en, de bedoeling. Ja. Dus... het vraagt wel om een bepaald proces om te gaan ontdekken van... ah ja, het kan wel anders. Ja. De mensen die bij mij komen aankloppen, die hebben, zoals ik daar juist zei... die hebben dat wel al van die hebben ervan geproefd al. Ja. En die willen meer van dat. Ja. En meestal... zij hebben die zijn gelijk dat er met hun een boom geschud is. Ja. Meestal is dat ze iets heel heftig hebben meegemaakt. Ja. Een zware ziekte. Een wake-up call. Ja. Mm-hmm. En niet iedereen dat een wake-up call krijgt, ziet in dat er dus die andere wereld bestaat waar je voor kunt kiezen. Mm-hmm. De mensen die bij mij komen, hebben die dus wel gezien. Ja. Het zijn ook allemaal ondernemers, het denk zijn, ik, zijn, Lanken, of, ja, de, of niet per se? Niet per se, nee. Ja. Ja, mensen die op posities zitten waar dat ze ook voelen dat ze zelf impact hebben. Ja. En dus een eigen team hebben of een ondernemer, mijn eigen zaak. Ja, op die manier. Ja. Waar wou ik nu naartoe? Ja, ik ben het ook even kwijt, want ik onderbrak jou. Ik denk dat meer ging over... Met de boom. Ja. Zo die wake-up call. Ja. En dat en dan mensen inderdaad... Ja. Die hebben even echt in de put gezeten. Mm. En soms is dat kort, heel heftig en heel kort. Soms duurt dat jaren. Al merk ik wel dat de mensen die op mijn pad komen nu, dat precies sneller gaat. Dat er iets in de... in het collectief ervoor zorgt dat mensen daar veel sneller doorheen gaan. Mm-hmm. Die hebben ondersteuning gezocht, die zijn begeleid, die zijn naar een psycholoog geweest of naar een therapeut. Of die hebben doktersbegeleiding gehad. Veel gewerkt aan innerlijke stukken en blokkades. Begrijp ik dat zo goed? Ja, al voelt dat misschien in essentie voor hen zo niet. En is het meer... om uit die put te kruipen terug. Mm-hmm. En op het moment dat ze daardoor zijn, hebben ze in dat proces wel inderdaad dat innerlijk werk gedaan. Ja. En ook ontdekt, maar ik eerst. Ik heb echt mezelf op één te zetten. Want als ik dat niet doe, dan gaan ze nog eens aan mijn boom komen schudden. Daar kan ik niet omheen. Mm-hmm. Ik moet mezelf op één zetten. En ze willen dat ook. Mm. Alleen is die vertaling... ze zien sommige stukken... maar niet heel de puzzel. Ja, En ze voelen ook veel meer, niet enkel de verbinding met zichzelf, maar ook veel meer met het geheel en dat alles zo verbonden is. Mm-hmm. En ze zien ook echt... ze gaan het woord spiritueel niet in de mond nemen. Hè? Nee. Dat niet, hè? Nee. Maar als ze het aan mij zouden vertellen, zou ik zeggen... ja, maar dat is spiritueel. Ja. Dus zij gebruiken helemaal andere woorden, hè? Klopt. Ja. En vaak... ik zeg wel eens, dat zit zo in uitspraken zoals... oh, dat was geen toeval, hè? Ja. Of, alleen, nu is dat al 3 keer op mijn pad gekomen. Ja, daar moet ik nu toch iets mee doen. Ja, dat is een duidelijke boodschap. Dat is een duidelijke boodschap. Ja, hier, ik word hier uitgenodigd voor iets... Ja. Of dat ze zo toch meer spiegels beginnen zien rond zich. En dat ze ontdekken dat alles eigenlijk een spiegel is. Mm-hmm. Het zit bij iedereen wel ergens op een bepaald punt, waardoor dat ze merken dat hun bewustzijn verhoogd is. Ja. Ja. En eigenlijk er niks mis meer is. Mm-hmm. Eigenlijk is het
terug goed in hun wereld. Hè. Het is even heftig geweest. En ondertussen is alles terug op rollen, of zo lijkt het toch voor de buitenwereld. Ja, ja, ja. En zelf hebben ze wel zoiets van, ja, en nu? Ja. Ja. Wat doe ik hier nu? Ze voelen wel dat ze dingen anders willen doen en aanpakken. Ja. En als ik het dan goed begrijp, is dat een stukje waarin dat jij hen ondersteunt. Om die helderheid daarin te kunnen krijgen op zodanige manier waarbij zij nog steeds vanuit die verbinding in zichzelf, dat het dan heel matchend is met wat ze doen. Of willen neerzetten, of waar dat ze die verandering al willen toebrengen, dat jij het helder vertaalt? Ja, ik denk, het zit een stuk, het zit een stuk in die vertaling. Het zit hem ook in, heel simpel, hè, mijn zijn en mijn aanwezigheid bij hen zorgt ervoor dat ze zelf helemaal kunnen zijn. En vaak hebben ze nog niet die plek gevonden waar dat ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Zijn ze daar nog aan het bouwen? Ja. Dat begint te groeien bij hun partner, dat ze daar ook echt helemaal kunnen zijn. Of dat begint te groeien als ze echt alleen op zichzelf zijn. Maar zelfs daar is dat soms nog dat dat niet helemaal lukt. Ja. Dus het is echt die veilige bedding dat ik voor hen creëer. Ja. En ik draag hen mee. Ja. Dat is iets wat een coach bijvoorbeeld niet doet. Dat is niet de bedoeling. En ik doe dat wel. Kan je dat zomaar in een soort van voorbeeld vertalen? Dat is misschien wel handig voor dat we dat zo in een voorbeeldje kunnen gieten. Als je gaat kijken naar de moeder die dat je altijd gewild had. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Zo wat dat, die naar u kijkt, die al haar liefde aan u geeft en die niet zegt pas op, dat is een muur, maar die u die muur laat ontdekken en er gewoon is voor u en ziet wat er gebeurt en naar u kan luisteren. En als jij toch tegen die muur knalt, dat die naast u staat en dat die zegt, ik geloof dat jij terug recht kunt gaan staan. En als jij hulp nodig hebt, ik ben hier voor je. Dus het zit hem in, mijn klanten doen alles zelf. Maar ze moeten het niet alleen doen. Nee, en klopt. Het is even dat stuk van het niet alleen te moeten doen en niet alles zelf te moeten dragen. Dat ze kunnen, delen. Daar zit het over. Dan ben jij. En ook de reden waarom ik dat op die manier doe, is omdat wij dat niet gewoon zijn van ons te laten dragen. Nee, klopt. Het is ontvangen, hè? Ja, mijn klanten dragen zelf superveel. Ja. Ja. In hun bedrijf of als leidinggevende van de mensen boven hen en de mensen onder hen. Dat is gewoon veel. Mm-hmm. Maar wie draagt er hen? Ja. En ik nodig hen echt uit om daarin te leunen, in dat vertrouwen. Ja. En het mooie is dat naarmate dat wij meer in onze verbintenis vorderen, ontstaat er ook dat gevoel van die gedragenheid. Ja. En gaat dat om een duur ook losgekoppeld worden van mij als persoon. Ja. En gaan ze zich gewoon in het algemeen gedragen voelen. Ja. En gaan ze ook ontdekken, maar ik word ook echt gedragen. Het universum draagt mij. Ja. Ik word gesteund. Ja. En kan ik hen ook terug loslaten. Ja. Want dan is dat diep geworteld, dat geïntegreerd. Dan is dat geïntegreerd. Dan is dat geïntegreerd, ja. Ja, en vanuit dat stukje, dat echt dat ontvangen en die gedragenheid. En als het dan geïntegreerd is, ja, dan kunnen ze dat echt ook toepassen op andere lagen van hun leven. Ja. En ze geven dat door. Klopt, ja. En dat kan enkel wanneer dat ze dat ervaren en beleven. Ja. Want anders, wordt dat ook niet geactiveerd in ons zijn, hè? Ja. Ja, het is, dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom dat ik nu deze zomer nog iets nieuw in mijn aanbod heb gestoken. Mm-hmm. Omdat dat beleven, dat, vanaf dat je dat ene keer hebt ervaren, dat is meestal genoeg. Ja, hè? Ja. Dat zorgt meteen voor een impact. Voilà. Mm-hmm. En losse sessies, ik doe dat niet meer, omdat ik ook goed genoeg merk dat dat niet genoeg voor die integratie zorgt. Ja. Dan is het alsof dat we
potjes hebben opengedraaid en dan gaan ze naar huis draaien, die allemaal terug dicht. Ja, nee. Of die gaan allemaal tegelijk open en ze staan er alleen voor. Dus ja, dat werkt niet. Dat werkt niet. Klopt. En dus ik werk minstens 3 maanden. Ja. Dat ik 3 maanden echt naast u loop of bereikbaar ben, constant bereikbaar ben. Ja. En dus deze zomer heb ik ook de mogelijkheid aangeboden dat we samen 4 dagen ertussenuit gaan. Ja. En daar zitten ze geen kaders, dat gaat echt over. Doordat mijn aanwezigheid erbij is, kun jij helemaal zijn. En dat is volledig veilig, je kunt daar helemaal in leunen. Dat is nog anders dan dat je alleen naar een plek ergens gaat. Klopt, want dan doe je het nog en dan regel je het nog. Ja. En dan moet je zelf nog altijd sturen en dan kun je echt zeggen... Ah. Ja, en vooral ook als je helemaal kunt zijn, komt er vaak wel wat naar boven. Ja. En het feit dat er dan iemand is waar dat je dat mee kunt delen, waar dat alles er mag zijn... Ja. Zorg er ook vaak voor dat je veel sneller daardoor gaat, dat je de dingen opmerkt. Iemand die je dan de spiegel voorhoudt. Zeker. Die stukken. Ja. Ja. Ja, want dan is er ruimte, hè. Ja. Als we zakken, want ik als we zakken in onze energie, dan creëren we ruimte. Ja, en dan kan het naar boven komen en kan het dus ook echt verwerkt worden. Ja. Ik noem dat ik ook zo wel eens, maar dan gaan we het energetisch opruimen. Ja, dat klopt, hè. En zo is het eigenlijk, hè. Ah, dat verwerkingsproces gaat dan zoveel sneller, omdat het er mag zijn, omdat het er kan zijn. Ja. En vanuit een veilige gedragenheid, dan dat is echt heel impactvol. Ja, het is ook, voor mij is dat ook heel... Dat komt vanzelf voor mij. Dat kost mij geen moeite. Het is dus echt uw kracht. Ja. en vooral ook zo, ik voel ook, ik ben daar nooit alleen in. Ja. Het is, klanten gaan met mij een verbintenis aan. Ja. Dat is geen traject of dat is geen samenwerking. Dat je is een bouwt verbintenis. Een band op, eigenlijk ook. En op die moment dat mensen ja zeggen daartegen, geven ze ook toestemming voor die verbinding energetisch. En zeggen ze eigenlijk tegen heel hun team en heel hun gidsen... Klopt. Ja. Als je iets tegen mij te zeggen hebt en ik ben niet aan het luisteren, geef het dan via Anke even door. Klopt. En dus als ik in gesprek ga met mijn klanten, dan... Met momenten voel ik, dat is duidelijk van mezelf. Dat er stukken... Dat mijn intuïtie hier aangaat. Of dat zelfs mijn gidsen zeggen van... Het is interessant van deze schuifje is open te doen. Ja, zo... En af en toe voel ik ook dat ik aan het spreken ben en dat ik gewoon een spreekbuis ben. Mm-hmm. En dat ik dingen hoor waar ik van denk, oh, dat is interessant. Ja. Dat had ik nog niet eerder gehoord. En dan weet ik goed genoeg, dat komt van ergens. En deze is belangrijk nu, op dit moment. Deze moet gehoord worden, bijna zelfs. Ik herken mezelf eventjes helemaal in wat jij zegt. Ook zo die spreekbuis en zo voelen van... Oh. Ja, dat herken ik echt heel erg. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat is ook de reden dat ik spiritueel, het woord spiritueel, heb toegevoegd aan wat ik doe. Terwijl dat er ook heel veel van mijn klanten zijn die zeggen... Maar jij bent toch helemaal... Dat is toch niet spiritueel? Ja. Want wat ik dan uitspreek, is soms super praktisch. Mm-hmm. En je zou denken, dat is toch niet spiritueel, de dingen dat je zegt. En het gaat niet over de dingen die ik zeg. Het gaat over van waar komt die informatie. En dat is het spiritueel eraan. En het proces, hè. Ja. Ja, het is een onzichtbare laag. Ja. Als we de definitie van spiritualiteit echt kennen, dan zit dat zo tot in de kern. Mm-hmm. En zo tot in de simpelheid. Maar dat zijn allemaal stukken die wij vandaag niet gewend zijn. Ja. En dat terwijl wij met z'n allen een spiritueel wezen zijn, lieve mensen. Ik heb wel het gevoel... Ja. Hier zit iets op. Hier zit iets, We gaan dat uitspreken, hè. Ik merk meer en meer dat spirituele toch als normaal wordt ervaren. Mm-hmm. En dan zit het hem in dingen als... Ik passeerde bij de drukker in straat en ik dacht... Ik ging nog iets afdrukken. Dat ging ik deze avond doen. Ze gingen dat deze avond naar mij doorsturen, want morgen...
Morgen hebben we dat nodig. En een drukker passeren en dan ineens denken... Ah nee, dat is pas voor volgende week. Ja. En ja. meer niet, gewoon ja. die gedachte hebben. Ja. En dan een uur later een berichtje krijgen. Ja, zeg, ik ga dat vanmorgen annuleren, ik ga dat pas volgende week doorsturen. Ja. En dan beseffen, wacht, ik kon deze helemaal niet weten, hoe kon dat nu? Ja. Zo vaak komt dat voor mm-hmm. en dat we dat soms zelfs niet opmerken. Ja. Ja. Maar ik voel dus wel dat meer en meer mensen dat beginnen op te merken. Ja. En dat heel raar vinden. Misschien zelfs een beetje eng vinden. En daar vooral. Niet over durven praten. Ja. Ik ben vorige week nog naar een lancering geweest mm-hmm. van een nieuwe zaak. Mm-hmm. Ik kende daar eigenlijk niemand. En ik spreek... Als ze vragen, en wat doet je dan? Wat ja. is uw zaak? Dan zeg ik een spiritueel raadgever. Mm-hmm. En dan ja. worden de ogen groot. Waar ja. dat een jaar geleden zagen ze het donderen in keulen. Hoe ja. zeg je dat? Ja. Ja. Ondertussen niet. Dan zie ik dat mensen dat echt interessant ja. vinden. Nu wordt er een nieuwsgierigheid geprikkeld. Ja, voilà. Dat is wel. En mm-hmm. dan gaan ze eigen ervaringen beginnen vertellen. En ja. bijna altijd komt daar de zin bij... Maar ja, ik praat daar met niemand op, want mensen nee. snappen dat niet. Nee. Maar op dat event heb ik zo met 5 mensen gesproken. Ja. En die ja. zeiden allemaal, ik praat daar niet over, ja. want mensen snappen dat niet. Ja. Terwijl als die dat met elkaar ja. hadden besproken, die hadden elkaar keigoed begrepen. Ja. Er zit wel een beetje een angstlaagje op, hè. Ja, het voelt zo de laag van niet begrepen worden. En dat ook. En dat ja. zit volgens mij ook in omdat je het zelf niet begrijpt. Oh, ik wou net exact hetzelfde zeggen. Het is omdat je het ook zelf nog niet volledig begrijpt. Ja. En dat is wel een beetje een ontdekkingsreis in ja. jezelf. Ja, en een uitnodiging om daarin te vertrouwen ja, dat dat juist is. Ja, ja, dat ja. je radar klopt en dat als er ja. iets niet juist zou ja. zijn, dat je dat ook gaat voelen. En dat je dat daarop mocht vertrouwen. Ja. Dat is zo een heel leuk stukje ook, want heel vaak, en dat is zo een voorbeeld, en dat kunnen mensen wel echt heel snel herkennen. Zo het voorbeeld van... ja. En mijn buikgevoel had het mij al doorgegeven. Hè? Mm-hmm. Als we dat zeggen, dat herkent bijna iedereen. Mm-hmm. Hè? Dan kan ik ook zo dikwijls zeggen van... ja, dat was uw innerlijke stem. Mm-hmm. Dat was uw intuïtie, uw innerlijke raadgever. Mm-hmm. En dat is ons spiritueel stukje ook. Mm-hmm. En als je daarmee opnieuw terug durft verbinden... en je weet dat dat altijd kloppend is geweest... want dat is ook altijd zo'n mooie mm-hmm. vraag. Heeft u... buikgevoel ooit al fout geweest? En zeg dan, nee. Dat is altijd juist. Dat is altijd Waarom juist. Waarom luistert je er dan niet naar? Ja. Ja. Soms luister ja. ik er naar, ja. soms niet. Ja. En ja. als we dat samen delen met z'n allen, ja, dan kunnen we effectief ontdekken en gaan leren van, ah ja, oké. We mogen daar echt wel volledig op vertrouwen. En ik heb dat toch niet alleen dan, blijkbaar. En, maar ja, het zijn zo elementen die niet geïntegreerd worden in de maatschappij, waar dan nergens niet echt over wordt gesproken, wat dat maakt dat het lijkt alsof we daar alleen in staan. We zijn ermee bezig nu, hè? Dus wij zijn erover beweging, aan het praten, hè? Ja, inderdaad. Er zit al een mooie beweging, een mooie ja. transformatie, ja. vernieuwing in. Ja. Dus nee, en dat is echt super fijn. En... ik merk ook wel dat daar echt wel een openheid op zit. Meer en meer mm-hmm. mensen worden geprikkeld en zijn nieuwsgierig en voelen en ervaren zelf dingen en staan daar wel meer en meer voor open. Dus mm-hmm. ja. we're on track. Ja, we zijn op de goede weg. Zeker. En, ja. en dat is wat ik soms dan ook wel eens uitspreek. Vroeger konden mensen naar een pastoor. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Inderdaad. Hè? Ja. Als ze met zo'n dingen zaten. Ja. Want dat zijn geen dingen waarvoor dat je naar een psycholoog gaat. Nee, klopt. Dat kan, maar... we hebben iets anders nodig. We hebben iets anders nodig. Ja. En daarvoor ben ik er bijvoorbeeld. Ja. En kunnen ze ook bij u terecht. Ja. Ja, klopt. Ja. nee. Ja, super. We hebben een mooie missie die we kunnen uitdragen. Ja. Dus Anke, ja. Hoe kunnen mensen jou terugvinden? Via mijn website. Ja. Dat is sidekick-anke.be. Mm-hmm.
Of op Instagram. Sidekick.anke. Ja. Dat is ook wel nog een grappig verhaal. Vertel. Ik was interieurarchitect. Ik had mijn eigen zaak als interieurarchitect. En door omstandigheden voelde ik aan alles. Deze wil ik niet meer doen. Ja. Ik wil deze niet meer doen. Maar wat dan wel? Ja. En ik voelde zo wel een richting. Mm-hmm. En ik moet het beestje dan een naam geven. Ja. Dus ik dacht, ik noem mezelf Sidekick. Ja. Vanuit het idee, een sidekick, dat is bijvoorbeeld bij Sherlock Holmes en Watson. De sidekick is degene dat ervoor zorgt dat de hoofdpersonages volledig in hun kracht kunnen staan. Ja. Maar hoe dat ik dat doe, maakt niet uit. Ja. Dus dat geeft mij de mogelijkheid om te kiezen welke pet dat ik opzet. Ja. En ik weet nog, toen ik die naam gekozen had, zei ik tegen mijn man, het is sidekick, niet psychic. Nee. Ja, inderdaad. Ik hoor het. En ik denk nu, ik denk dat nu, I knew. Grappig. Ik wist dat toen al. Klopt. Ja. Zo mooi, hè? Heerlijk toch, hè? Ja. Ja. Dus ondertussen zijn er zo wat plekken waar dat ik dan schrijf psychic, sidekick. Ja, hoe grappig. Ja. Leuk. Ja, dat mag ook, hè. Humor. Ja. We hebben dat allemaal nodig. Dus, ja. En het was een uitnodiging toen, hè. Ja. En ik was daar toen nog niet klaar voor. En ondertussen wel. Dus eigenlijk, als ik zo net hoor, hoor ik eigenlijk ook wel vanuit jouw eigen ervaring. Ja. Dat eigenlijk ook een beetje jouw missie geboren is. En dus je werkte als interieuradviseur, je had een eigen zaak en je voelde van, dat wringt hier, dat is niet kloppend met wat ik hier van binnen voel. Mm-hmm. En dan ben je die stapjes dus gaan zetten om dat te kunnen transformeren. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en als je nu aan mijn mama zou vragen, die zou zeggen, ja, jij deed dat al als kleuter, hè? Ja. En dan denk ik, ja, dat is zo'n mooie bevestiging dat helemaal klopt, hè? Mm-hmm. Dat dit is wat ik nu in de wereld deel. Ja, dat voelt goed, hè? Zo dat vertrouwen. Ja. Mm-hmm. All right. Goed, dan denk ik dat wij hiermee mee kunnen afronden. Ja, dat wij alles genoten van dit gesprek. Ja, ik ook. Het is altijd super inspirerend om mensen zo heel authentiek hun missie te kunnen zien neerzetten. Ja, en ook heel fijn om zo zonder voorbereiding en gewoon te laten komen waar het komt en voortgaan op een volgende en een vraag. En heel openheid, spontaniteit, dat zijn altijd de beste gesprekken. Ja. Dus dank je wel, Anke, dat je hier was en dat je dit met ons wou delen. Graag gedaan. En als er nog vragen zijn, lieve mensen, aarzel niet en stuur ze zeker door. En Anke naar adres, dat verwijs ik ook allemaal mee. Dus jullie kunnen al die info gaan jullie goed terugvinden. Heb een hele mooie dag. Tot later weer. Dag. Dag.